Max Hop, lang niet gezien in Nederland, hoe is het met je? Ja, ik was wel vaak in Nederland, maar niet uh, op via play of op de televisie. Maar dat gaat uh, dit maand uh, veranderen. Wij praten nu hier in uh, augustus en eind uh, van augustus uh, speel ik wel de Eurotour in Hildesheim. En uh, ja, Zwante Masters is een soort van voorbereiding. Ben je blij om dan weer een beetje terug te zijn op de Eurotour? 100% en uh, ik denk niet alleen ik, uh, ik denk de Nederlanders houden uh, daarvan mij weer te zien. En natuurlijk speciaal de Duitse publiek. Want je bent al een tijdje weg van de Tour, mis je de Tour heel erg? Jawel, maar Mallorca is ook mooi. <laughs> Want wat ben, je, wat ben je nu mee bezig? Je, je bent verdwenen. Ja, af en toe kom je een keer bovendrijven, of op Via Play, of op een Challenge Tour, ja. of een Eurotour Qualifying. Maar verder is het eigenlijk heel stil rondom jou. Ja, eerlijk gezegd is het een uh, mix van dingen. Um, ik doe heel veel uh, daadworkshops. Uh, Jax je uh, dankjewel. Hij heeft mij uh, veel geleerd en uh, dat doe ik uh, nu in Duitsland. Uh, ik ben uh, natuurlijk ook bezig met uh, tv-werk, omdat uh, de sport heel groot wordt in uh, Duitsland. En natuurlijk speel ik ook nog. And, uh, ja, ik hoop nog steeds uh, weer stapjes te maken, maar zonder tourkaart is het echt niet zo mooi. Zo so, ja, als ik het zeg, ik was uh, vaak in Mallorca geweest, ik heb nu een bootlicens. Uh, so, ik mag uh, alle, alle zeeën en meren naartoe. En ja, ik, uh, ja, ik uh, gebruik de tijd voor mij, zeg maar, en uh, ga de focus weer vinden. En ik denk dat ik de komende jaren nog wel uh, knallen kan. Uh, totdat uh, wij praten ben ik 27 jaar oud, heel veel ervaring en heel veel talent zit er nog in. En uh, ja, ik moet het uh, terecht gebruiken en dan kan er wel uh, nog wat worden, ja. Je weet heel veel, nou hebben we er wat nog aan. Iedereen. Ja, mode super serieus, jij dat wil, Max. Nou, eindstand blijkbaar niet, want anders hadden we die denk ik wel gezien. Wat ik van de ADC zelf heb begrepen. Waarom wil je, wil je dat zelf niet? Is het te vroeg? Zit je lekker in de zon op Mallorca? Nee, 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 dat, dat niet. Uh, maar ik, ja, ik ben aan het praten met de jongens van de Modus Super Series. Ik vind het alleen maar niet heel mooi dat ze je telefoon voor een weekje af, uh, afbrengen. En uh, ik ben een man die heel bezig is, heel druk is op het schema en ik moet op mijn telefoon zitten. En uh, ja, ik snap het natuurlijk, er zijn dingen gebeurd. Maar ik wil het uh, gewoon niet doen. Uh, dat is uh, eigenlijk uh, waar het om gaat. En voor mij gaf het uh, geen speciale ding, wat ik ook snap. Maar dan zeg ik, uh, ja, zonder dat niet een beetje los, losgelaten wordt en het echt zin doet. Maar het is bijna een weekje weg van Duitsland en uh, ja, je hebt wel kansen om, om te laten zien. Maar op dit moment is het niet echt interessant voor mij, zodat ik denk ik focuseer op mij. Ik focus hier op mijn tourkaart en misschien een kwalificatie voor de WK en dan gaan we verder zien. Uh, nog hebben we geen uh, Duitse in de top 16, nog hebben we geen uh, Duitse major champion of uh, wereldkampioen. En daar zitten nog echt kansen, niet alleen voor mij, voor Martin, voor Gabriel. En uh, de, ja, Duitsland moet wel nog stappen maken. Ben je bewust af en toe naar Mallorca gegaan? Omdat het is zo, veel, zo korte tijd, zo heel veel. Je was de Duitse hoop, nu zijn, jullie, nu zijn ze met z'n tweeën. Pas altijd een beetje met z'n drieën met jou erbij. Lucht het een beetje op, nu je zelf weer wat meer ruimte hebt. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik leef niet op Mallorca, maar ik ben vaker daar. Ik, uh, ik heb dan een paar projecten ook, uh, die met daten te doen hebben. Ik denk, Mallorca is een plek, daar komen mensen uit Nederland, Engeland en Duitsland samen en kunnen nog vriendelijk uh, vesten. En ik denk dat is echt een toekomst, ook daar uh, in, die, in die holidayclubs uh, te etableren, daar ben ik mee bezig. En ook dat het daar uh, public viewing voor de WK gaat. Uh, daar ben ik met een paar Majorca zingen samen uh, we hebben daar een paar projecten lopen uh, maar voor de rest ik leef nog steeds in Duitsland ik ben vaak in Nederland ik ben bezig met trainen uh, maar ja ik uh, gebruik echt uh, de tijd voor mij het was uh, vroeger misschien een beetje te snel om mijn persoon een beetje te veel ook uh, te veel hype en uh, ja nu uh, ja, vind ik mijzelf en uh, ja hou van het leven hou van het daarten en uh, vind echt ook de plezier weer en uh, toen uh, heb ik echt uh, nog honger voor de toekomst goed om te horen Max dank je wel ja. hey, dank je wel